En dan allemaal welkom terug op de iMine server. Maar gaan we vandaag een paar dingen doen. We beginnen even met te zeggen wat ik heb gedaan. Ik heb een klein beetje gold gefarmd. Zoals je kan zien heb ik ook een paar levels. 103. Ja, ik heb dus gold gefarmd. En ik kan nu zeggen dat ik dus de hele beacon, inclusief al een laag voor deze. Alleen dan moet ik nog even beacon opgooien. En nog even de tunnel maken naar boven. Vol van goud heb. En dus alleen maar gold daar beneden heb liggen. Goddammit. Dus ja, we hebben weer het andere spullen hier zo. Zeg maar, al mijn emerald is weer terug. Oh, emerald. En iron en zo. In ieder geval, ik wil vandaag even mijn levels gaan gebruiken om schoenen te maken. Dus ik heb 4 diamonds nodig. 1, 2, 3, 4. Zoals je ziet heb ik ook aardig wat diamonds. Ja. Zo, en dan doen we die zo. En dan maken we ze super schoenen. Super schoenen. Eigenlijk zou ik ook even een super poog moeten gaan maken. Ik kan er alvast power 4 bij gooien bij deze. Nee, ik heb geen infinity bogen geloof ik. Tenzij ik hier... Oh nee, wacht. Ik heb hier allemaal spul voor een super boog. Kijk. Oh, wacht. Nee, die silk tart soort er niet bij. Gaan we gewoon even levels besteden aan een boek. Waarom ook niet, hè? Zo, dat is een goed boek. Ik krijg een bericht op Skype. Een boog maken. Dus ik heb daarvoor nodig. Oh, string. 1, 2, 3. High back schapen. Serieus. Shit. En hout. En, oh, heb ik al. Oké, nice. Even zien. Heb ik al wat te vertellen vandaag? Want ik had een paar dingen die ik wil noemen. Als eerste, oh ja. De maker van mijn banner. Die vroeg of ik hem een shout-out wil geven. Dus, ja, mijn banner is gemaakt door, ik kan zijn naam niet aan mijn hoofd, dus even snel kijken. Gemaakt door oh kut, seconde. Geen idee of dat kon zien, maar ik heb nog het uitgeklikt. In ieder geval Sim Diable, ik zet een linkje in de beschrijving en ik ben vergeten zijn naam te geven, verdomme. Superboog. Boog. Nou, dat was met de 70 levels aan één boek. Aan één boog. Ach ja. Ik heb geen pijl. Een pijl. In ieder geval, ik wil vandaag een paar dingen doen. Ik wil beginnen aan een sugarcane farm. Of daar waarschijnlijk. Ik wil daar heel veel wat aan veranderen. Omdat ik, zeg maar, ik heb het dus ontdekt dat je gras wel gewoon kan bemiddelen. Oké. Alleen het moet van onderen in plaats van boven. Dus ja, ik heb daar een kleine... Ik gooi even alles wat ik bij me heb. Die moet ik helpen. Zo, goed genoeg. Dus wij moeten heel even kijken. Ik heb nog één dispenser nodig. Die. Moet genoeg zijn. Ik had denk het. Ach ja. Ik ben wel pumpkins aan het dingen. Want ik heb een paar dingen aangepast in de tuin. Dat ik nu niet ga laten zien dat het geen nut heeft. Maar nee, zeg maar hier. Plek maken. Ik heb geen licht meegenomen, wat misschien een beetje dom is, maar zoals je kan zien heb ik hieronder... Kijk. Het werkt! Wat? Precies, dat was ook mijn reactie. Nu moet ik dus alleen zorgen dat deze wordt ge... Verdikken me. Wordt gepowered zodra het, zeg maar, hier is. Dus ik denk als ik zo doe... Dat dit al genoeg zou moeten kunnen mogen willen wezen. Ik zet die later wel licht neer. Waarom? Oh, button. Heel slim, Matthias. Dat was goed oplettend. Ik heb er een klein beetje boomhiel in zitten. Dus dat zou goed moeten komen. Nu heb ik hier dan nog een dispenser nodig. Waar water in moet. En hier moet ook water in. Ik wil heel snel poweren. Heel veel snel. Oké, hij staat constant gepowered. Dat is ook weer waar. Zo. Zo, oké, dat werkt nog. Dan moet hij nu gepowered worden. Nu. Dus wat dat betekent...
is hij moet eigenlijk, zodra dit al gepowered wordt, zonder delay. Want ik delay hem volgens mij ergens. Of ik moet hem juist delayen. Ik vraag me dus af hoe ik dit moet gaan doen. Ik moet even een weg ernaartoe hebben, sowieso. Kijk, hier, zo. Helemaal toppie. Even wil ik niet naar beneden val. Dus hij moet gepowered worden vlak voordat deze gepowered worden. Wat ik daarvoor kan doen is door gewoon hier een delaytje op te gooien van dit. En door... Oh, god dang it. Even snel die andere ook legen. Zo. En door... Oh, hoe ga ik dit doen? Want hier wordt hij al meteen gepowered. Het kan wel, dan moet ik gewoon hier neerzetten. En dan doen we deze gewoon. Ik hoop dat dit werkt. Dus even snel alles repairen. Die hierin en die hierin. En dan testen we. Oké, wacht, ik zie het al, ik zie het al, ik zie het al. Nee, ik kom daar. Dank u. Uit. Ok. Ik weet het al. Denk ik. Fuck. Dit moet niet zo. Ik haat dit blokje. Ok, dit moest toch anders. Hoe nou, ik denk dan zo. En als ik hem nou weer eens dicht maak en dan hierheen ga en dan dit doe. Ik kan nog even wat ontsnappen, nee. Oké, dit werkt dus. Alleen verspeelt hij nu wel 2 per keer. Dus ik moet er nog een T-flip-flop tussen gooien. Dus ik moet even snel 2 pistons halen. En dan zou dit klaar natuurlijk kunnen wezen te zijn, weet je. Yeah. Shut up. Heb ik 2 sticky pistons hierin? Oh, ik heb een redstone blok nodig. Wel, nee, geen redstone blok. Ik heb een... Mag je wel een redstone blok? Hop. Ah, nice. Dus, als ik dan hierheen ga... Dan wordt dit heel erg lekker krap. Dat is al wel vrij... Duidelijk, heb ik het idee. Eigenlijk moet dan hier de... Die flip-flop. En dan wil ik deze, ja. En dan wil ik hier zo aan repeater. God damn it. Fucking repeaters die dan net een stukje hoger zijn. Fucking ik die dan niet gaat silk touchen omdat hij te lui is. Oh, dit wordt nog leuk. Juist. Als het... Oh. Dat had ik aan moeten zien komen. Ik zit ergens achter vast.
Als ik mij niet vergis, maak ik dit ding zo. En nu is dat ding dus geactiveerd. Dus doen we even zo. Ja, oké. Okay. Oh, uit. Fuck, deze werd niet gepowered omdat ik volgens mij dat blok nog niet heb teruggezet. Nee, ik heb dit nog niet terug. Oh, hi. Hi. Dit wordt nog een leuke opdracht. Zo. Dat is toch best wel simpel eigenlijk. Oké, dan moet ik dus even weten of die nu geactiveerd wordt eigenlijk of niet. Verkeerde pickaxe. Die. Nee, maar moet nu dus wel geactiveerd zijn. Dus doe maar even dit. Activeer. Ah! Ik ben zo ontzettend goed in dit spel, echt niet normaal. Oké, wat voor resten heb ik nu weer verneukt? Nou, ik zie het al, de repeater. Ja, oké, nu klopt deze weer. Nu moet ik hierheen. Nu moet ik hierheen. Dat ging bijna goed. Daarheen. Die hier. Die hier. En nu. Fuck. Hij moet even eentje andersom. Zo. Oh mijn god, het werkt. Heel veel uit. Ja. Zo. Oké, nu kan ik hier dus gewoon rondlopen. Nou, het wordt niet lang genoeg gedingest. Hij powert wel constant twee keer. Hoeveel heb ik nog? Oké. Even kijken of hij nog elke tik gaat. Ja, gebruikt elke keer. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar dus... Moet de auto... Moet die... Traagd worden. Maar dat gaat lastig. Nee, dan verbruikt hij maar wat meer. Weet je. YOLO. Zo. Zo. Mhm. Ik
denk dat we het erop opgelost hebben. En dat was maar een kwartier lang een beetje kutten met redstone. Oké, dat was dan deel 1 van de episode. Ik zie hoe ik dat ga editen, want ja, het moet natuurlijk niet zo lang zijn. Misschien moet ik het even uitzetten. Eigenlijk wel, hè? Dit is eigenlijk vooral een prototype. Oh, hij moet nog wel even één tik verder, anders gaat het fout. Zo moet allemaal gras weg. Zo. Doep, doep. Wat ik mee wil doen vandaag, is ik wou beginnen een sugarcane farm, zei ik, hè? Volgens mij heb ik het gezegd. Maar daar moet ik even voor aan kijken hoe ik dat wil doen. Dus ik ben dan zo terug. Ja. Tot zo. Oké, ik heb vast een beginnetje gemaakt in de farm. Hoe ik het wil hebben. Daar komt waarschijnlijk een timer aan vast. Zo hierboven. En dan komen de pistons, zeg maar. Ik heb te weinig pistons gemaakt. Zeg maar, die komen dan zo, hier. En die duwen dan de sugarcane naar beneden. Dit komt, daar komt water zo. Oh! En eigenlijk kan ik daar wel een torch tussen touwen. Maar dan moet ik eerst even die opnieuw neerzetten. Zo. Mijn werkpick is dit. Ok. En dan poep. Zoals je kan zien is dit redelijk simpel, gewoon als je het zo ziet. Alleen moet de redstone wel even gedaan worden. En daarvoor moet ik eigenlijk de hele muur al hebben. Want, stel de timer komt. Dat ik hem hier gewoon in. Nee. Snel een bouwblok hebben. Laat ik hem hier doen. Dan moet ik nog even een paar spullen pakken, zie ik nu. Maar er komt deze hier. Zit een beetje in het midden? Nee. Dit is. Er is niet echt een midden, dus wat dat betreft goed genoeg. Stop ik hier een aantal items in. Die. Oh, wacht, ik moet er even een vloertje onder hebben. En daarvoor moet ik eigenlijk nog één lager zijn dan dit. Dus eigenlijk moet ik hier naar beneden vallen. En dan er tussenin landen. Zo. Waarom ik die weghaal is dat als het smelt dat ik niet meteen alles verneuk. Als ik het weg moet halen. Ja. Zo. Zo. En dan nog even eentje verder. Zo. Dit is bijna genoeg. Nog eentje breder. Zo. En zo. En wat er dan moet gebeuren. Dan moet er hier nog een blokje vliegen. En dit is misschien niet de beste timer hiervoor. Maar het is wel een makkelijke. En dan zo en zo. En daar moet dan een redstone blok tussen. En dan komt het daar en daar. Dan moet ik even snel twee comparators pakken. Ik heb trouwens niet zo vaak een sugarcane farm gemaakt. Alleen of automatisch op een andere manier. Maar dat gaat hier niet lukken. Dus even zien. Twee comparators toevallig voor mij wel. Ja, nice. En dan moeten we snel een paar stacks van een bepaald blok hebben. Of van meerdere blokken. Dus wij gaan voor. Hiervoor. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Zo. En ja, even zien. Oh ja, ik heb pas van twee mensen nog reactie gehad. Dus ik heb nu 3 van de 6 games weggegeven. Als ik geen reactie krijg, dan geef ik ze niet weg. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet te reageren als je het spel hebt gewonnen. Ik bedoel, het is je eigen verantwoordelijkheid, zeg maar. Ik moet hier geen netwerk voor gebruiken, Matthias. Daar heb je hout voor meegenomen. Want dat is namelijk wel een makkelijk bouwmateriaal om op te pilleren natuurlijk. Want dat is zo slim.
3, 4, 5. En dan doen we die daar. En die daar. En elke keer als dit dan leeg loopt, dan geeft hij een power. En daar had ik eigenlijk nog wel een extra comparator mee kunnen nemen. Want dit doe ik al fout. Hij moet eigenlijk eentje omhoog zo. Niet naar beneden, maar omhoog. Nou, elk eentje naar beneden dan. En deze moet dan... Laten we het zo doen. Dit zou moeten werken. Nee, dit gaat niet zo werken, aangezien ik hem even verder moet doen. Ik had al gezegd dat ik nooit dit soort farms maak, hè? Dus ja. God dang it. Nee, ik kan het spul oppakken. Even potjes eten. En sorry als dit een saaie aflevering is, maar ik wil gewoon even redstone, weet je. Laten we het volgende keer. Ja, volgende keer. Ik weet dat ik wachtte de volgende keer. Dus laten we voor de volgende keer een reactie achter. Met een vraag waar jij graag antwoord op zou willen hebben. En dan over mij graag, niet over weet ik veel. Niet over waarom dingen zijn zoals ze zijn, want... Serieus? Dit is onhandig. Waarom heb ik hier gepidderd met deze blokken? Wel bezielde mij. Hoor je zo vaak, gaat hij dus niet af. Want dat is pas de eerste keer sinds... zeg maar... En dan gaat hij één keer per twee zoeken tiks. Dus het is één keer per 10 minuten of zo. Als ik het niet verkeerd heb geteld. Wel... Nee, waarschijnlijk vaker dan dat. Maar dat zullen we wel weer zien. Denk ik. Klopt dat? Oh. Dan moet ik even wat meer dingen maken zometeen, maar oké. Hier moet eigenlijk een glowstone. Daar komen dan één piston op. Zo. Oh. Zo. Ah! Dom. Zo. Oké, dus daar komt die. En dan kunnen we dit zo doortrekken. Hier doen we dan deze op. En daar komt dan dit uit. En daar gaat dan zo. 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 En daar komt er dan weer één op. En dat gaat dan helemaal zo door. Totdat we helemaal rond zijn. En dus elke keer... Nee. En dit smelt niet. Het zijn dus niet licht genoeg. Maar dat moet ik dan even nakijken of het allemaal wil. Maar ik ga even kijken of ik het een beetje aan de praat kan krijgen. En dan zie ik jullie zo meteen terug. Ja? Of... Nee, wacht. Even kijken naar de tijd. Ik zit nu hoor dat tellen. Ik denk dat het beter is als ik hier gewoon offscreen verder ga. Dat ik dan de volgende keer laat zien hoe het is geworden. Dus als je deze video leuk vond, laat een groen duimpje achter, weet je. Dat vind ik leuk. Als je mail wil zien, moet je abonneren. Laat de vraag achter. Die kan beantwoorden met het geven. En dan zie ik je de volgende keer weer. Tot dan. Doei. Het is nu iets later en het is allemaal klaar. Net toen ik begon, toen hebben we ook een zombie. Dus even. Het is allemaal klaar. Auw. Dus ik ga nu mijn enige sugarcane die ik heb... Gaan we neerzetten. En dan hopen dat alles goed blijft gaan. Hoe momenteel in elkaar zit is heel simpel. Daar gaat het zo en dan gaat het zo. En dan gaat het daar naar beneden. En dan komt hier uit.
We zullen zien of het goed werkt. Nou, nu echt tot ziens. Doei.